De oude bibliotheek in de Boomgaardstraat is in korte tijd omgetoverd tot een vaccinatiecentrum. Vandaag is het een testdag. Enkele vrijwilligers komen langs en doen alsof ze hun coronaprik komen halen. De mensen mogen zich hier aanmelden aan het onthaal. En aan het onthaal wordt een paspoort gecontroleerd en wordt nagegaan of dan ze een uitnodiging hebben. Na het onthaal zal men richting de wachtruimte gaan waar men ontvangen wordt door een steward. De steward zal de patiënt helpen om de medische vragenlijst in te vullen. We behouden 4 vaccinatielijnen zoals dat het was in het sportpark. En men zal dan ook een lijn toegewezen krijgen. Op zaterdag 12 maart krijgen de eerste mensen hier hun vaccin. Het gemeentebestuur heeft voorlopig geen andere plannen met het gebouw. Het is dan ook de bedoeling dat het vaccinatiecentrum hier permanent blijft. Want de gemeente wil snel kunnen schakelen als er een eventuele 4e prik aankomt. In maart zullen we waarschijnlijk 2 à 3 dagen geopend zijn. Meestal op woensdagnamiddag, voor de scholen uiteraard en de kinderen, of op zaterdag. Maar vanaf eind maart stopt het hier, stopt het al in de vaccinatiecentra overal eigenlijk. En gaan we in een soort slaapstand. Gedurende de zomer, omdat er een vermoeden is dat we dan wel even in een zone geel of in een zeer betere, goede periode zullen zitten. En dan in september zijn we terug klaar, gaan we terug open. En dat is afhankelijk wat het agentschap zal vragen aan de gemeenten die een vaccinatiecentrum hebben om een 4e prik voor de algemene bevolking al of niet. En die zal dus hier, het zal allemaal dus hier kunnen plaatsvinden. Het vaccinatiecentrum werkt altijd volgens afspraak. Je kan hier dus niet zomaar binnen en buiten lopen. Vanaf maandag kan er ook opnieuw gesport worden in het sportpark. We zijn erin geslaagd op korte tijd het sportpark terug in zijn originele functie te herstellen. En de clubs die zullen vanaf volgende week volop kunnen gebruik maken. En er is absoluut veel vraag naar. Mensen verlangen toch van terug op hun eigen terrein in competitie te kunnen spelen.